Zo Marco, we mogen weer. Ja, we mogen gelukkig weer gaan voetballen in dit stadion. En dat betekent voetballen met beperkt publiek. Volgens een protocol dat ook door de KNVB is aangedragen. Daar werken we intern en met onze externe stakeholders keihard aan. Dat betekent in ieder geval dat we ons te houden hebben aan coronavoorschriften vanuit de KNVB, maar zeker ook vanuit het RIVM. Die voorschriften die zorgen natuurlijk voor een aantal consequenties. Ja, dat zeer zeker. Daar hebben we ons aan te houden. En dat betekent ook het een en ander voor de bezoekers in ons stadion. Zo betekent dat dat je op de bezette stoelen in ieder geval 1,5 meter afstand moet bewaren. Als je dus niet uit hetzelfde huishouden komt. Dat betekent ook dat iedereen in het stadion moet zitten. Dus staanplaatsen, dat gaat komend seizoen niet. Tenminste in het protocol met beperkt publiek. Daarnaast wordt er ook met timeslots gewerkt. Dat betekent dat je in ieder geval op een bepaald moment het stadion inkomt, maar ook weer uitgaat. En als laatste vindt er ook een gezondheidscheck plaats. Het heeft dus behoorlijk wat voeten in de aarde, maar dan kun je als supporter wel gewoon naar de koel komen. Ja, dat kan zeer zeker. En we hebben overlegd met onze stakeholders bekeken wat de meest optimale oplossing is voor een bezoek van een seizoenkaarthouder en VVV. Daar hebben we naar moeten kijken. Het gaat er in ieder geval om dat we onze seizoenkaarthouders om de wedstrijd toegang kunnen geven tot ons stadion. Daarnaast spelen wij ook de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord voor de winterstop. En waarbij het gaat om gelijke rechten, daar hebben we iedere keer overigens naar gekeken, gaat dat ook op voor die twee wedstrijden waar iedereen een gelijke kans heeft om die twee topwedstrijden hier tegen Ajax en Feyenoord bij te wonen. En vervolgens zijn er ook oplossingen gevonden voor huishoudens en individuelen die naar de wedstrijd komen. Maar daar geldt wel een registratieplicht voor. Je gaf al aan, met stakeholders zijn jullie tot oplossingen gekomen. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Nou ja, we hebben veelvuldig overleg, bijna dagelijks intern met onze eigen afdelingen. Maar daarnaast ook elke week met onze externe stakeholders. En dan moet je denken aan de veiligheidsregio Noord-Limburg, politie, gemeente, GGD, brandweer. Daar voeren we overleg mee met diverse betrokkenen, ook intern. Om te kijken nogmaals naar de beste oplossingen om een wedstrijd te bezoeken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse protocollen, maar ook regelgeving. En dat stemmen we samen af. Wat ook belangrijk is, dat we dat ook doen met afgevaardigden vanuit onze supportersgroepen. Dat ze in ieder geval ook direct zijn aangesloten bij datgene wat we wel, maar ook wat we niet kunnen. Hebben jullie ook nog getracht om de capaciteit van het stadion uit te breiden, van de zitplekken? Jazeker, dat is iets wat vanaf het begin ook speelde toen het protocol met beperkt publiek spelen bovenkwam. We hebben daar een kostenbatenanalyse op losgelaten. We hebben gesprekken gevoerd met partners van VVV of ze iets voor ons konden betekenen. Maar helaas blijkt dat die kostenbatenanalyse negatief is. Dat betekent gewoon dat het veel extra geld gaat kosten, maar het niet gaat opleveren. Dus daarom hebben we het besluit moeten nemen om dat niet te doen. Goed, dan hebben we het gehad over de mogelijkheid om naar het stadion toe te komen. Als de seizoenkaarthouders dan eenmaal in het stadion zijn, wat moeten ze dan voor 1,5 meter maatregelen betrachten? Ja, ook daarvoor geldt dat we dat in nauw overleg hebben gedaan met de diverse stakeholders, zoals ik zojuist heb genoemd. En dat betekent dat we faciliteren een aantal zaken hebben moeten organiseren, zoals looplijnen, afstandsmarkeringen. Maar we werken bijvoorbeeld ook met timeslots. En zo willen we ook wat dat betreft ook de juiste richting letterlijk en figuurlijk aanduiden in het stadion. Dus dat betekent nogal het een en ander. En daarnaast hebben we vanaf het komende seizoen ook te maken met een rookvrij stadion. En hiermee volgen wij ook het regionale, lokale, maar zeker ook het landelijke beleid. Wat straks geldt in alle stadions in Nederland. Ja, heel wat maatregelen en heel wat informatie natuurlijk voor de thuiswedstrijden. Hoe zit het dan met uitwedstrijden dit seizoen? Ja, met uitwedstrijden, daar is natuurlijk ook overleg over geweest met de clubs. Maar zeker ook met de burgemeesters, KNVB. En op dit moment is de situatie zo dat helaas, ik moet echt zeggen helaas, voor onze trouwe uitsupporters de wedstrijden die VVV uitspeelt niet kunnen worden bijgewoond. En daarmee wordt ook een landelijke richtlijn gevolgd. Helaas zeg ik, want ik kan me goed voorstellen dat veel mensen dat echt gaan missen. Dus jij roept iedereen op om dan maar een seizoenkaart aan te schaffen voor de thuiswedstrijd? Nou ja, dat zeer zeker. Op de eerste plaats natuurlijk om de wedstrijd bij te wonen. Daarvoor geldt nogmaals, en dat wil ik ook benadrukken, dat we voortdurend hebben gekeken om iedereen gelijke kansen te geven. Dat is enorm belangrijk. En daar hebben we ook met z'n allen hier keihard aan gewerkt. Want wij vinden gewoon dat iedereen een gelijke kans moet hebben om een thuiswedstrijd van VVV bij te wonen. Maar daarnaast hebben we ook te maken met landelijke richtlijnen. En ik hoop dat iedereen daar ook begrip voor heeft en kan tonen. Dat is heel erg belangrijk. En daarnaast roep ik ook nog een keer alle supporters op die de seizoenkaart nog niet hebben verlengd. Om dat alsnog toch te doen, om vooral ook onze club te steunen. We leven in een moeilijke tijd. Ik snap dat dat voor iedereen geldt, maar zeker ook voor onze betaald voetbalorganisatie. Die het financieel ook zwaar heeft, heel veel uitdagingen kent.
Er zal toch een representatieve elftal op de been gebracht moeten worden. Daar zijn we volop mee bezig. En daarom is het ook mooi hoeveel loyaliteit er al getoond is door onze fans en sponsors. En ik doe daar nu nogmaals een keer een beroep op om die seizoenkaart aan te schaffen, het sponsorcontract te verlengen. Want dat is en blijft onze club hartstikke belangrijk. Duidelijk, Marco. Dankjewel. Graag gedaan.